Maar ik kreeg voor mijn verjaardag een nieuwe set. Hallo, leuk dat je kijkt. We hebben weer een Lego project. Ik ben jarig geweest en op vakantie geweest en corona gehad ook nog. Maar ik kreeg voor mijn verjaardag een nieuwe set. De White House. Dus we gaan even uitpakken. Ik zal deze keer de speedbuilt apart opnemen. Dan maak ik er twee video's van. Dus even kijken wat er in de doos zit. Zo ligt het beste hier. Uiteraard weer een handboek. Dat ik me even goed doorlopen als we naar het bouwen. Lekker stevig boekje. En ik zal er weer uit 5 hoofdstukken pakken. Allemaal eentje. Alle tweetjes. 3. 4. 5. Vier grondplaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zakjes. En een boekje. Het bestaat uit 483 stukjes. Hij is 18 plus, dus ik ben benieuwd. En ja, het is zover. Vorige week geopend en een paar avonden bouwen. En kijk. De White House. Compleet met Oval Office. Speciaal voor Dennis. Daar gebeurt het allemaal, jongen. Dus ik heb ook een speedbuild gemaakt. Dat maak ik een aparte video van deze keer. Ik doe het niet samen. Dus wil je die speedbuild zien, hoe ik hem in elkaar zet, dan even naar de andere video. Ik maak zo een linkje. Bedankt voor het kijken. Denk aan de likes en aan het abonneren. Het abonneeraantal loopt nog steeds langzaam omhoog. Zit nog lang niet aan de 1000, maar dat gaat zeker een keer lukken. En tot de volgende keer. De volgende video wordt weer een Star Wars helm. Even kijken. Kijk, net als dit. Dit is de Mandalorian. Ik heb Darth Vader besteld, dus die is onderweg. Dus wordt vervolgd. Tot de volgende keer.